Rijden onder invloed blijft een van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Vaak wordt er alleen maar gesproken over het gevaar van rijden onder invloed in de wagen. Maar ook op de fiets is dat heel gevaarlijk, zeker bij jongeren. En daarom dat we het toch belangrijk vonden om dat ook bespreekbaar te maken. Dit is onze virtual reality bike, waar jullie zelfs in virtual reality kunnen rijden onder invloed van alcohol of drugs. Is er iemand die wilt starten? Ja. Het was moeilijk om echt te fietsen onder invloed. Ik vond het wel spannend, want het was heel wazig en dat maakte mij ook heel duizelig. Het belangrijkste was dat we een echte fietservaring wilden creëren. Dus we zijn met virtual reality specialisten gaan praten om te kijken, kan dat een echte fietservaring creëren? En dat was eigenlijk ons grootste obstakel. En dan hebben ze de effectieve fiets gebouwd en dan de twee gecombineerd. Ik vond het nog redelijk moeilijk. Heftig door die hallucinaties. Opeens zag ik twee koeien die normaal gezien mensen waren. Heel veel jongeren overschatten zich als ze gedronken hebben. Denken dat het op de fiets wel mag. Hè. Beseffen niet dat het hetzelfde is voor rijden onder invloed met de auto en de fiets. Ja, ik trek er zeker lessen uit, want het is duidelijk dat ik dus niet ga rijden met de fiets terwijl ik zat ben. Ik ga er meer op letten om een Uber te bestellen of te voet te gaan. Als ik zie dat ik door een auto kan platgereden worden omdat ik het niet door heb of door te trage reacties, dan denk ik best dat het gewoon veilig is om gewoon nuchter te fietsen.